En de winnaar van de Horecava Innovation Award 2023 is geworden Redefine Me met Redefine Ludwig van Ben. Ja, wat we bij Redefine Meat proberen te doen is eigenlijk met de hulp van chefs, van slagers, van vleesexperts, van voedingstechnologen, hardware, software developers, mensen die artificial intelligence en machine learning toepassen, vlees te maken dat diezelfde vleeservaring biedt als dierlijk vlees. En de kennis en expertise die we hebben verzameld, we hebben inmiddels ruim 80 man in R&D werken, die is denk ik zeer onderscheidend binnen de industrie. De focus die we hebben op één categorie maakt dat wij echt wel een whole different animal zijn, zoals we dat graag noemen. Er zijn veel bedrijven, veel kleinere spelers in de markt, die weliswaar allemaal een hele goede bijdrage leveren aan die transitie die we allemaal moeten gaan realiseren, maar die niet altijd de technologische of de proceskennis of de ingrediëntenkennis hebben om echt naar het volgende niveau, het kwaliteitsniveau te gaan, waar met name de chefs in de gastronomie zo op zitten te wachten. We hebben de innovatieprijs Food & Beverage gewonnen en we hebben de overall innovatieprijs van Horecava gewonnen. Dus dat is een fantastische aanmoediging om verder te gaan. Het betekent dat niet alleen de impact die wij binnen Food & Beverage, maar binnen de hele gastronomie kunnen maken, zo groot wordt geschat dat we als belangrijkste innovator van de aanmeldingen van dit jaar worden beschouwd. Volgens mij was het standpunt van de jury dat we een hele disruptieve propositie hebben, echt naar de next level zijn gegaan, maar ook dat onze pipeline van innovatie zo gevuld is dat zij verwachten dat wij heel snel een veel breder publiek kunnen gaan aanspreken en daadwerkelijk heel veel impact kunnen maken. Dus ik denk dat het impact aspect en de pipeline van innovatie hen echt overtuigd heeft om voor ons te kiezen. We zijn genomineerd en we hoopten dat we winnen en we hebben gewonnen. Ja. En dat is natuurlijk, als je genomineerd bent, dan wil je ook winnen. En dat is een hele eer voor ons. Dus wil ik toch zeggen dat we het goed gedaan hebben. Dus we hebben een pan ontworpen die infrarood verwarmt. En dat is uniek, want ik bedoel, wij moeten met z'n allen van het gas af. Maar het gaat erom dat wij bestaande bakwanden om willen gaan bouwen met infrarood verwarming. De bovenkant wordt dan afgezaagd. Dat is innovatief. Kijk, de bakwand die je hebt, dat gaat er 100 jaar mee. En dat blijft altijd goed. Dus alleen een nieuwe pan erin. Dat is